Het fitnessfestival ging zaterdag 20 november weer van start in Hotel Den Helder. 3 jaar na haar laatste bodybuildwedstrijd wil de organisator Desiree Dumpel zich voor deze sport op een andere manier inzetten. Ze hoopt er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Nou, ik ben geboren en getogen in Den Helder. En ik denk een fit body hebben is heel belangrijk. En omdat tijdens de COVID dat voor velen niet mogelijk was, heb ik er alles aan gedaan om het dit jaar de wedstrijd expres wel door te kunnen laten gaan. En met de regelgeving die we momenteel hebben is dat gewoon mogelijk. En iedereen draag ik altijd een warm hart toe die wat met zijn lichaam wil doen. Ik heb 13 atleten vandaag. Nou, iedereen goed gedaan. Dus ging goed. En nu mijn zoon ook bij van 12 jaar. Ja, want u wil meer kinderen aan de fitness krijgen. Ik hoop dat we gaan starten met kinderen vanaf januari. En ik hoop volgend jaar heel veel kinderen meedoen. Vanaf 10 jaar, van 10 jaar tot 15 jaar. Ja. Dus mag bij ons terecht te komen en te begeleiden. Polen is aanwezig, België is aanwezig, United Kingdom is aanwezig. De Duitse was aanwezig, maar is ziek geworden, is naar huis gegaan. En ja, dat zijn momenteel de landen die echt aanwezig zijn. Ja, Nederland. Nederland natuurlijk. Ja. En is dit het eerste festival weer wat je doet? Nee, de tweede, maar de eerste keer voor figure. Okay. Mijn allereerste wedstrijd heb ik in de bikiniklasse gedaan. Maar ik was te gespierd, dus moest ik over naar figure. Ja. Dat gaan we en doen. Heb je sterke concurrentie vandaag? Ik heb geen idee, ik weet het niet. Je hebt ze nog niet ik heb ze nog niet gezien, nee. Het wordt spannend. Ja. En wil je dit volgend jaar weer hier doen? Ja. Dit is een heel gezellig familiehotel en ik heb een heel meedenkend hotelmanager. Dus ja, ik denk erover na om het volgend jaar hier ook weer te doen. Ja, met succes dan. Met weer, hoop ik, minder regels en meer atleten.